Een goed speurtje maken voor de start is belangrijk. Dit zijn de mannen van 10 en 11 jaar die meedoen aan het Europees kampioenschap motocross op de Pottendijk in Emmen. En Sam de Lange uit Wijtenveen is de Drentse troef. Helemaal links in beeld hier vraagt op eerste paasdag wat hulp van boven. En de mannen zijn weg voor de wedstrijd over 12 minuten en 2 rondes. Dit is de 65cc-klasse. Angst bestaat niet als je 10 jaar bent. Ze gaan er allemaal vol in en Sam de Lange als tweede door die eerste bocht. De motorsportvereniging Motodroom in Emmen maakte zich lang zorgen of de baan wel droog genoeg zou zijn voor dat EK. Dat lukte allemaal. De Lange hier teruggezakt naar de derde plaats en daar moet hij het mee doen in deze eerste manche. Ja, ik ben wel blij met de derde plek. Ik had toch liever tweede geworden, maar ja, moet het maar mee doen. Maar in die tweede manche wilde hij het anders doen, want Sam is kritisch. Net reed ik iets te hoekig, de bochten in. Dus iets ronder rijden en proberen te winnen of tweede. Zijn neef Lou de Haas, die ook uit Wijtenveen komt, maakt zijn debuut op het EK in de 85cc. Hij overleeft de kwalificaties niet, maar wint wel de B-finale. Omdat ik eigenlijk het tempo, dat mis ik soms nog. Hoe spannend was het om te starten hier? Ik vond het wel heel spannend om te doen allemaal. En dan de tweede manche van Sam. Hij ligt op de vierde plaats in de wedstrijd, maar dan gaat het mis. Hij klautert er weer op, maar valt later nog een keer. En na zijn derde plaats wordt hij nu 14e. Ja, gewoon onderuit geschoven. En nou zijn het natte ogen een beetje, hè? Ja. Hoe komt dat? Ja, ik ben een beetje teleurgesteld. Maar we gaan vast nog veel van hem horen. Sam de Lange, onthoud die naam.